De supporters van FC Emmen hebben zin in een nieuw seizoen. En in de eerste oefenwedstrijd spelen de profs tegen amateurs van VV Emmen. En de supporters zien in de eerste helft veel nieuwe spelers. Alleen doelman Dennis Stelgekamp en aanvoerder Sander Rosema zijn voor het publiek bekende gezichten. En met Victor Meijer, Ristian Denkowski en David Vzogic doen er 3 proefspelers mee. En dit is Sander Rosema. Hij scoort de eerste treffer van het seizoen. Op aangeven van Henk Bos, Rosema die weer blij is dat het nieuwe seizoen is begonnen. Sander Rosema. Het is altijd wel weer fijn om te beginnen natuurlijk. En zo'n wedstrijd als vandaag, daar zit je dan ook wel even op te wachten allemaal. En ik denk dat... ik denk dat we goed getraind hebben. Dat we een klein beginnetje hebben gemaakt met waar we naartoe willen dit jaar. En het is prima bevallen. Het publiek ziet dat Emmen voor rust door nieuweling Kai Huisman op 2-0 komt. De spits is overgekomen van Jong Vitesse. Dit is een aardige actie van de spits. Dit levert overigens geen treffer op. En naar rust heeft trainer Dick Lukin 10 nieuwe spelers opgesteld. Waarvan 7 spelers van vorig seizoen. En dat is te merken. Want Emmen speelt beter. Meer automatisme en Emmen krijgt kansen. Zoals hier voor junior Albertus. En dit is Rogier Kroon. Hij is weer teruggekeerd bij Emmen. Maar de spits moet nog wel even wennen. Je ziet nog wel dat de automatisme nog niet helemaal daar zijn. Dus dat heeft de tijd nodig. En daar trainen we natuurlijk nog wel volop aan. En dat komt wel. Is er veel veranderd sinds de tijd dat je weg bent en weer terug? Ja, natuurlijk het kunstgras. Maar nog meer? Ja, kunstgras natuurlijk. De spelersgroep is een stuk jonger dan dat het toen was. Ja, natuurlijk een hele nieuwe technische staf. En dat zijn wel de grootste verschillen met 8 jaar terug volgens mij. NFC Emmen loopt in de tweede helft uit naar een 6-0 overwinning door treffers van Jurjan Mannes. En de van Feyenoord overgekomen Stef Grondveld scoort ook zijn eerste doelpunt in het shirt van Emmen. En Justin Mulder, hij scoort 2 keer. En dit is de 6-0. Maar toch is trainer Dick Lukin niet tevreden over het vertonen spel. Nee, over die wedstrijd ben ik niet tevreden. Ik vond dat wij niet goed genoeg gespeeld hebben, ook niet naar wat we kunnen. Over de hele week ben ik wel tevreden. Ik vind dat we goed getraind hebben. En wat ik net zei, technisch-tactisch moeten er nog dingen verbeteren. Aan de andere kant hebben we heel veel nieuwe spelers. We hebben bijna een nieuwe trainerstaf met nieuwe ideeën. Dus die jongens hebben ook wel heel veel indrukken opgedaan deze week. En ik vind dat ze dat, daar zijn ze goed mee omgegaan, hebben keihard gewerkt. Gretige groep, een enthousiaste groep. En, dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden over deze week. En dinsdag vervolgt FC Emmen de oefencampagne tegen Cambuur. En vrijdag wacht Heerenveen.